Goedenavond, welkom bij Topneem, zoals elke dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal zit ik hier samen met vriend en collega Erwin Blom, maar die is aan een voor zijn doen ongekend lange vakantie bezig in Thailand. Ik ben benieuwd of hij nog steeds daarna zijn zin heeft. Dat zullen we straks zien, want ik heb gehoord dat hij een paar vragen heeft ingestuurd voor onze gasten. En de eerste gast die we vanavond hebben is Davy van der Water. Van lekker in een potje. Klopt, ja. Wat doen jullie? Wij maken deodorant eigenlijk. Ja. Het is een plantaardige crème deo. En eigenlijk wat er een beetje anders aan is, is dat je, we mogen het er niet op zetten, maar je zou hem kunnen eten. Dus het is zo een natuurlijk. Een deodorant die je kan eten? Ja. Ja. Ja, dat moet je ook niet willen. En waarom mag, waarom mag je dat er niet op zetten? Nou ja, voor het geval dat iemand echt 100 blikjes leeg eet en buikpijn krijgt waarschijnlijk. Ja. Nee, het is, zodra het niet bedoeld is als eten, mag je dat er niet op zetten. Maar het gaat erom om voor jou om te benadrukken dat het 100% uit natuurlijk is. Het is zo natuurlijk, ja. Eigenlijk ja. Alle onderdelen los zou je er bij wijze mee kunnen bakken en dat soort dingen. Ja. Ja. Hey, ik raakte gelijk al in de war, want je hebt natuurlijk wat dingen meegenomen. En hier staat op lekker in een potje. Ja. En hier staat op de Lekker Company. Klopt, we zitten in een transitiefase. Oké. Letterlijk in de komende 2 weken gaan we eigenlijk over van lekker in een potje Europa in, hopelijk. Okay. Zoveel mogelijk. Ja. En we dachten, lekker in een potje is echt de taal niet te onthouden voor iedereen die geen Nederlands spreekt. En we vonden het wel leuk om iets van dat lekkere beginsel eigenlijk erin te houden. Dus vandaar de Lekker Company. Ja, nou we komen er zo nog wel even op terug, denk ik, hoe je zover gekomen bent. Jullie zijn begonnen in 2014 alweer, ja. Volgens mij, een jaar of 6 geleden. Hoe kom je op dit idee? Waar begint zoiets? Ja, bij mij letterlijk aan de keukentafel eigenlijk, ja. Met een hobby. Ik zag op Pinterest eigenlijk dat je alles zelf kan maken wat je maar wil als het om cosmetica gaat. Body butters met opgeklopte kokosolie, scrubs met koffie, dat soort dingen. En dus ook zelf deo. En zeker die deo bleek. Ja, ik had niet verwacht dat iets op basis van baking soda, waar je dus ook koekjes mee kan bakken, zo goed zou werken. Ja, dat is dus een beetje uit de hand gelopen. Maar, waarom ga je dat doen? Had je daar al interesse in make-up? En, nou, dat viel eigenlijk wel mee. De reden dat ik echt aan begonnen was, sowieso hobbymatig, een keer proberen natuurlijk. Yeah. Maar ook, ik heb een vegan challenge gedaan. Dus dat is 30 dagen eigenlijk ja, plantaardig eten. Yeah. Nou, dan moet je alles omdraaien in de supermarkt. En dan blijkt er melk en paprika chips te zitten bijvoorbeeld. Maar dan sta je voor het cosmetica-schap en dan denk je, ja, ik kan hier eigenlijk helemaal niks mee. Want die taal, Inki, de mensen denken vaak dat het Latijn is, maar het is een internationale cosmetica-taal. Ja, en daar moet je wel redelijk voor gestudeerd hebben om die taal te begrijpen. En dat vond ik best wel vreemd, want als ik wat onderzoek deed, bleek dat ook vaak dierlijke ingrediënten ja, eigenlijk heel normaal zijn. En dat dingen die we vaak vermijden. En vergeet de dierproeven niet, hè? En dierproeven, ja. Zeker. Ja, dat is in Europa inmiddels officieel verboden voor cosmetica, maar door allerlei omwegen gebeurt het nog wel vaak. Ja. En het blijkt dus ook dat dingen die mensen buiten de dieren om, dat is voor mij persoonlijk interessant en voor anderen misschien wat minder, maar ook bijvoorbeeld aluminium, parabenen, plastic dingen, die hebben zoveel verschillende namen binnen die Inki-taal. Ja. Het is eigenlijk voor de leek gewoon niet leesbaar wat je op je lijf smeert. Ja, en als je dingen gaat verdiepen, blijkt er ongelooflijk veel rotzooi in te zitten. Ja. En toen dacht jij van, hé, dat moet anders kunnen. Ja, ja, ja eigenlijk begon het als hobby, dus ik ga eens kijken of dat werkt. Want... Maar beschrijf dat eens, je pakt dan een beslagkom en je gaat naar de supermarkt, je koopt wat ingrediënten, dan ga je het proberen? Ja, letterlijk, ja. Sommige dingen heb je in je keukenkastje, dus koffie, kokosolie had ik ook al in mijn keuken staan. Ik heb een keer shampoo gemaakt, daar heb ik ook kokosolie in gedaan. Dat was verschrikkelijk, want het was helemaal haarvet. Maar een aantal dingen, ja, soms ook heel simpel. Koffie met olijfolie is een fantastische scrub, hoef je eigenlijk dan niks meer aan toe te voegen. Terwijl de norm is dat je betaalt voor plastic verpakking met heel veel water waar je voor betaalt, zodat de verpakking maar zo groot mogelijk in de schap staat. En plastic korrels. Ja. En als je dan met koffie en olijfolie dat kan doen, dan
lijkt me dat alleen maar mooi. Ja, en als je zo'n interesse hebt en je gaat ermee experimenteren, dan de een die denkt, ja, ik begin een beautyblog en ik ga heel veel volgers op Instagram krijgen en daar kan ik geld mee verdienen. Mm-hmm. De ander die begint een bedrijf in natuurlijke deodorant. Wat dat is niet vanzelfsprekend. Hoe gaat dat? Hoe ontwikkelt zoiets zich? Ik had eigenlijk de 4-hour work week gelezen, natuurlijk. Heel naïef. Want ik jij wilde snel rijk worden. Ja. Ik heb sindsdien geen 4 uur per week gewerkt, nooit meer. Dat is wel mooi. Ja, heel naïef. Ja. Maar ik wilde gaan ondernemen. En ik dacht, ik begin met, ik had letterlijk zo'n tafel als dit met 100 glazen potjes eigenlijk. Ja. 10 body butters, 10 lippenbalsems, 10 deo's. Ja, en een Etsy-shopje geopend. De vriend van mijn moeder had de eerste foto's voor gemaakt. Weet, Etsy is een platform waar je dit soort zelfgemaakte dingen kunt veranderen. Klopt, ja. Dus zo begon het. En zo is het eigenlijk 4 jaar lang een beetje zo doorgegaan. Waar ik elke week eigenlijk in het weekend op de markt stond bijvoorbeeld. De zelfgemaakte markt had je in Utrecht, Swan Market, dat soort dingen. Ja. Soms in Amsterdam en ik had zo'n enorme rolkoffer waar op een gegeven moment de wielen vanaf broken. Dus ik sleurde mezelf eigenlijk met allemaal glazen potten de stad door om iedereen kennis te laten maken met lekker in een potje dus. En de omslag is eigenlijk meer geweest toen ik bij de Albert Heijn ging pitchen. Eigenlijk met die potjes nog. En toen tegen al mijn verwachtingen in was ik een tweede plek gewonnen en dat betekende dat ik het schap op mocht. Alleen die glazen potten waren helemaal nog niet geschikt om een supermarktschap op te gaan. Ja. Dus dat is, toen is alles eigenlijk in stroomversnelling. Toen ben ik van 40 kleine bio-winkeltjes en cadeauwinkeltjes, waar ik soms zelfs alles nog naartoe bracht, ging naar de fabriek. En nu is het wat je hier ziet eigenlijk. Ja, dat klinkt dan, je vertelt het eigenlijk in één zin, maar van kleinschalige thuisproductie op de keukentafel naar een industrieel product, naar de fabriek. Dat lijkt me best een ingewikkelde stap. Ja, want je had er geen ervaring mee. Hoe doe je zoiets? Waar, op wie bouw je, op wie vertrouw je? Ja, goede vraag, want ik deed inderdaad vanaf dag 1 dat ik dit doe, doe ik alles voor het eerst eigenlijk. Ja, want ik begrijp dat bij Albert Heijn, die pitch, dat overviel jou echt een beetje, want je deed daarmee zonder enige verwachting. Ja, ik had me een paar minuten voor de deadline ingeschreven, want iemand had me getipt. Ja. En toen zat ik bij de laatste 10 en toen werd ik ook nog tweede. En ik had ook niemand meegenomen of zo, ik was daar in mijn eentje en ik dacht eerst dat ze me vergeten waren toen ze de namen gingen oplezen. Ik dacht, oh, wat gênant. Ze zijn me vergeten of zo. Maar ik dacht ook van, het is heel leuk. Want ik had toen coaching erbij gewonnen en een marketingbudget. En dat budget werd dan ingezet op bijvoorbeeld, ik heb een keer een pagina in de alle handen gehad. Maar ja, ik zat nog met allemaal glazen potjes die ik zelf maakte. Met een paar vriendinnen op ZZP-basis die ik inhuurde en ja, ik wist ook wel dat er wat meer bij kwam kijken als je echt op grote schaal cosmetica wil leveren. Ja, wat komt er bij kijken? Nou ja, eigenlijk moet je gewoon, in mijn geval, ik heb helemaal geen scheikundige achtergrond. Dus je moet eigenlijk wel gaan samenwerken met iemand die het wel heeft. Want ik heb altijd alles op vrienden en familie getest en heel kneuterig, hobbymatig eigenlijk. Ja, maar er waren waarschijnlijk ook feitelijk ook geen twee potjes hetzelfde bij jou. Bij wijze van, ja. Ja. Ja, nou, groot gelijk. Ja, we maakten batches van 20 potjes, weet je wel. Ja. En nu, dus ik heb mijn recept eigenlijk aan een aantal productiepartijen gestuurd. Kunnen jullie dit maken? Heel veel zeiden, we doen alleen white label, dus je mag deze plastic deo hebben voor €1 en dan doen we jouw naam erop. Ja. Maar ik wilde echt mijn recept, die ik ook heb moeten doorontwikkelen. Want mijn eerste recept zat zoveel kokosolie in, dat in de winter werd die helemaal hard en in de zomer had je lekkage, zeg maar. Ja. En ik dacht, dat je ziet toch gebeuren in een distributiehuis van de Albert Heijn, dat een heel pallet ligt te smelten. Dus dat is allemaal opgelost door verder te ontwikkelen eigenlijk aan mijn keukentafel. Ja. En met dat recept heb ik een partner gevonden die dat dus kan maken. En die stuurt dan van mijn eigen recept proefpotjes op. Ja. Is dit hoe je hem wil? Ja, en dan ga je het tweaken net zolang tot het goed is. Ja. Ja. Ergens in dat proces heb je ook besloten om van de 20 verschillende producten je te gaan beperken tot de deo. Waarom was dat? Ik had, omdat ik ook alles in 2 maten had, had ik volgens mij 24 verschillende producten.
Ja. We zouden beginnen ook in 400 Albert Heijn winkels. We wilden zelf eigenlijk lager, maar ze zeiden ja, maar als je dan in de alle handen staat en je ligt, ben je vervolgens niet te vinden in het schap, dat is gewoon zonde. Ja. Dus we zijn met ongeveer 400 winkels begonnen. Als ik alle cosmetica testen en verpakkingen en ja, eigenlijk de investering om al die badges te maken, dan had ik een enorme investering nodig gehad om te starten. Ja. Dus toen heb ik gekeken, nou, wat is nou wel geschikt voor een supermarkt en wat niet. Een voetenbadje had ik bijvoorbeeld ook, maar ik dacht, ja, dat loopt niet in de supermarkt. En de deo was eigenlijk mijn bestseller. En ik dacht, dat is zo leuk in dat schap waar eigenlijk enorme merken staan, ja, om daar tussen te gaan staan, ja, met zoiets. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon daarmee beginnen en uiteindelijk kan ik altijd nog weer het product toevoegen. Ja. Ook omdat je daar natuurlijk de hoogste verwachtingen van had qua omzet. Je noemde net even terloops dat daar natuurlijk ook flinke investeringen mee gepaard gaan als je echt zo'n product in een fabriek wil laten maken. Je hebt verpakkingen moeten ontwikkelen, dan komen we opeens van alles met richtlijnen en ingrediënten en bedrukken en merken en noem maar op. Hoe heb je dat allemaal gefinancierd? Ik heb geluk gehad eigenlijk, want ik, normaal ga je op zoek naar een investeerder. Ja. Die van mij is eigenlijk een soort van in mijn schoot geworpen, als ik het zo mag zeggen. Dus iemand die via, want ik werkte part-time bij Seeds to Meet, en dus dat is een onwijze ondernemershub. Ja, daar kom je eigenlijk veel mensen tegen. Zeker. We kennen het goed. Ronald is hier natuurlijk vaak te gast geweest. Ja, zeker. Ja. Die ken ik ook goed. Ja. En er was iemand die daar ook in de keuken werkte en die zei, nou, je moet met deze persoon eens gaan bellen. Toen heb ik daarmee gebeld en ik dacht eigenlijk dat hij me advies ging geven tegen betaling. Dus ik had meteen gezegd, ja, ik vind het heel leuk dat we bellen, maar ik kan je waarschijnlijk niet betalen. Ja. Nou, een keer koffie gedronken en uiteindelijk bleek hij ook leuk te vinden om die investering juist te gaan doen. Dus dat is nou mijn co-owner. Ja. Hij is nu 7 maanden op reis, maar hij is ongeveer 2 keer per week skypen we of bellen we even om... hij is eigenlijk mijn sparringpartner eigenlijk ook. Ja. Dus een hele actieve investeerder eigenlijk, zou je het kunnen noemen. Ja, dus ook echt heel nauw betrokken bij het proces. Absoluut. En van dag tot dag bemoeit je zich ermee. Maar dat heb je, dat vind je wanneer ook fijn ik wil, en heb je eigenlijk ook nodig. Hoe groot is je team verder inmiddels? Nou, nu zijn we eigenlijk met z'n tweeën. Ik heb inmiddels 6 stagiaires over de 6 jaar gehad. Ja. Helemaal op het begin op ZZP-basis, familie, vrienden, iedereen heen en weer. Maar ik heb nu mijn eerste werknemer aangenomen, die begint 1 maart. Ja. En dan zij en ik zullen eigenlijk dag tot dag het bedrijf runnen eigenlijk. Ja, dat lijkt een hele smalle basis, want je hebt net even al wat dingen genoemd. Branden, rebranden, naar het buitenland. Hoe zie je zich dat ontwikkelen de komende periode? Ik hoop wel dat het team zich nog gaat uitbreiden. Ja, want je staat inmiddels bij de Albert Heijn. Hoe lang al? Anderhalf jaar denk ik. Anderhalf jaar, dus je maakt inmiddels wel ook serieuze omzet en marges en je kunt jezelf bedruipen en financieren, neem ik aan? Sinds kort eigenlijk. Er komt voor mijn doen in ieder geval meer geld in dan ik ooit had kunnen bedenken toen ik met die glazen potjes begon in ieder geval. Ja, ja. Maar het is eigenlijk pas sinds 1 of 3, 4 dat ik van mezelf een loon geef waar ik ook van kan leven eigenlijk. Ja. En nu dus iemand daarnaast nog. Oké, hoe heb je dat daarvoor dan gedaan? Ik heb een vergaderlocatie aan mijn huis vast. Ik heb een kantoor aan huis. Dat was ook waar ik in het begin dus al die potjes maakte. Ik werkte dus bij Seeds to Meet. Ja. Je werkte, je verhuurde vergaderruimte. Daar heb je eigenlijk het bedrijf van gefinancierd. Zo. Ja. Ja. Dus dat idee van, je begon ermee, de 4-urige werkweek en de zilvervloot die binnenkomt varen, zo werkt het niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ja. Nee. En ik denk als dit Albert Heijn, die pitch niet op mijn pad was gekomen, weet ik ook niet. Want het was 4 jaar echt, echt droog brood en bijbaantjes. Ik zei aan het begin al even, normaal zit mijn vriend en collega Erwin hier aan tafel, die zit nu in Thailand. Hij heeft wel een vraag ingestuurd, die gaat volgens mij over Albert Heijn. Laten we er even naar kijken. Ja. Groet uit Thailand weer.
We zitten nu in een prachtige natuur. Thailand is een klein meertje. Heel klein bootje. En dit is de paddle. Speciaal hiervoor naartoe zijn we het water opgegaan. Maar ik breek natuurlijk in met een vraag. Prachtig om in de schappen van Albert Heijn te komen, maar dat wil iedereen. En dat is verdomme lastig. Weet ik ook van mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. Tipje van de sluier. Hoe krijg je dat voor elkaar? Je product in de schappen van Albert Heijn te krijgen. En wat zou je andere partijen aanraden? En dat je product goed moet zijn, dat geloof ik wel. Maar daar gaat iedereen van uit. Wat is er nog meer voor nodig? Nou ja, ik heb dus een beetje geluk gehad. Jij hebt mazzel gehad. Ik heb onwijs mazzel gehad, ja. Dus ik heb, maar ik denk waarom... Er zijn 80 mensen die op papier gepitcht hebben. En ik ben natuurlijk wel tweede geworden op basis van iets. Ik heb naar hun assortiment gekeken. Ze hadden 376 uit mijn hoofd deo's online staan. En ik zei, er is er geen eentje echt natuurlijk. Gewoon geen één. Ja. Dus degene waar geen aluminium in zit, zit in een plastic verpakking. Weet je wel, dat soort combi's had je eigenlijk. En uiteindelijk, Marit, die ook nu inmiddels CEO is van Albert Heijn en die in de jury zat, ja, noemde dat dat de reden was van dat ik er niet zit. Jij zegt eigenlijk gewoon een feitelijke, zeg maar goed onderzoek van wat het assortiment is en aangeven waarin jij je onderscheidt. Of wat het toevoegt aan hun assortiment, is daarin heel belangrijk. Ik denk dat het voor mij... ik denk dat als iemand mij voor was geweest, een half jaar eerder, met ook een fantastische crème deo, ook vegan en ook plasticvrij, want die bestaan natuurlijk gewoon. Ja. Dan had ik hier nu niet gezeten, zeg maar. Ja. Dus ik heb wat dat betreft timing geluk gehad. Nou goed, zij kijken naar van alles. Hè. De potentie, heb je tractie die je kan aantonen. Ja, want vervolgens moet je het natuurlijk wel laten zien dat het ook loopt. Ja, ja, recensies laten zien, dat soort dingen. Ja. Hey, het tweede deel van Ewin zijn vraag. Inmiddels ken je dat supermarktwereldje wel heel goed. Als nou andere mensen zullen het jou ongetwijfeld af en toe vragen. Ja, ik wil ook die Albert Heijn in met mijn product. Kun jij inmiddels mensen tips geven en zeggen, nou let hierop, let daarop. Zo werkt het. Nou, het is wel leuk dat ik wat dingen geleerd heb. Ik weet nu bijvoorbeeld dat ze met worpen werken. Dus je hebt maar een paar keer per jaar dat je ertussen kan komen. Ja. Slim is, word je een keer afgewezen. Het gaat binnen het personeel in supermarktland of grote retail vaak vrij snel. Probeer het altijd nog een keer. Vind altijd weer een haakje waarom je alsnog een keer je voet tussen de deur probeert te krijgen. En nee is eigenlijk het moment dat je verkoop begint. Want nee voor alle Albert Heijns betekent natuurlijk ook niet dat je niet in één vestiging een case kan gaan bouwen. Want je hebt ook een aantal franchises, geloof ik. Die kunnen zelf bepalen wat ze in het schap zetten. Bijvoorbeeld, ja, daar weet ik niet precies hoe dat gaat. Want bij mij is het natuurlijk niet zo gegaan. Maar ik denk dat je daar die mogelijkheden gewoon moet afgaan. Want zodra je een casus hebt met één winkel, kan dat langzaam gewoon opbouwen. Ja. Hey, en dan komt ook altijd het dilemma om de hoek kijken. Ga je toch met een webshop direct naar de consumenten of kies je voor de tussenhandel? Ja. Is het bij jou uiteindelijk een keuze geworden helemaal voor die tussenhandel? Of heb je ergens in je achterhoofd ook nog steeds wel dat direct naar de consument? We doen eigenlijk beide nog wel. Je hebt een webshop, Ja, ik heb een webshop. Hoe verhoudt zich dat tot de omzet bij de Albert Heijn? Het is minimaal vergeleken met de rest van de omzet. Ja. Ik merk ook, ik doe nu nog de webshop zelf. Dat wil ik eigenlijk zo snel mogelijk gaan uitbesteden, want het is Je hebt gewoon alles zelf gedaan, of niet? Nog wel. Vanaf het begin. Weet je, deze website die ik nu heb, die heb ik zelf gemaakt. Maar dat kun je er ook echt vanaf zien. Die ziet er niet uit. De volgende, weet je, daar heb ik echt allemaal freelancers en mensen voor ingehuurd eigenlijk. Leuke teams, design teams, voor nieuwe verpakkingen. Ja, maar je blijft het ook wel doen, de webshop. Dus naar de consumentenstrategie, die blijf je wel vasthouden. Ja, wel, waarom? Ja. Waarom dan, als het zo'n klein percentage is? Het is inderdaad een klein percentage. Je marge is een stuk beter, direct natuurlijk. Je hebt geen tussenhandel. En je blijft ook een beetje... ik wil altijd ergens dat authentieke toch wel een beetje vasthouden. En ik denk dat door... Ja, misschien zit dat... Ik heb er eigenlijk ook nog niet zo goed over nagedacht misschien, maar...
Ik denk dat je in dat soort stukjes dat moet blijven doen. Ik sta ook de komende 2 weekenden sta ik ook op beurzen. Heb je ook weer echt contact, ja, direct met mensen die je ook nog niet kennen. En ja. Je moet niet te anoniem en te ver af gaan staan van je product, denk ik. Ja, ik vind het wel grappig, want in zekere zin ben je daarin een beetje atypisch misschien als ondernemer. Want je vertelde dat je aan het begin het ook eigenlijk dat hartstikke leuk vond om juist naar die markten te gaan en zelf je potjes bij de winkels af te leveren. Ja. En dat contact met de eindgebruiker. Is dat ook echt iets wat jou kenmerkt? Want het is natuurlijk allemaal niet schaalbaar. Ik bedoel, toen, nee. Nee, maar ook als je nu zegt, goh, ik vind het leuk om naar beurzen te gaan. Ja, je kunt natuurlijk ook zoeken naar andere manieren om snel te groeien. Klopt, ja, ja. Nee, dit is zeker. Maar dit vind je gewoon leuk? Ik vind het gewoon leuk. Ja. En het is ook zeker een beetje de 80-20 rule die ik kijk. Ik ben zeker een heel klein team. Ik ben nu eigenlijk gewoon in mijn eentje, een heel klein team. Straks met nog iemand erbij is dat ook gewoon allemaal niet het handigst om daar veel tijd in uit te besteden. Dus voor mij om nog een supermarkt of nog een grote drogist erbij te krijgen is gewoon natuurlijk het allerslimste. Ja, en hoe pak je dat aan? Want, ik heb ook een tussendistributeur, die heeft ook connecties. Dus ik probeer eigenlijk ook wel weer veel uit mijn netwerk te halen. Maar ik bel ook gewoon iedereen op en ik mail en ik stuur iedereen samples. En soms word je een paar keer afgewezen en dan bel je nog een keer en dan lukt het ineens wel. Dus het is ook gewoon een beetje vervelend doen. Nou, je zit in ieder geval op een goede wave van aandacht voor natuurproducten. We krijgen steeds meer mensen die geheel natuurlijk innoveren op dit soort producten. Zeker. Want ik krijg natuurlijk ook vaak de vraag van, goh, weet je, wij doen vooral ondernemende mensen die innoveren. En heel vaak is het dan technologie. Mm-hmm. Jij eigenlijk niet, maar toch als ik jou zo hoor, komt er ook wel weer heel veel technologie bij kijken. Dat was alleen maar zo'n productieproces. Toch je eigen webshops en platformen. Hoe zie je jezelf? Niet als een technologiebedrijf? Nee, absoluut niet. Nee, eigenlijk waar ik zelf het meeste. Als een ondernemer puur zo? Ik denk het wel. Het is ook gewoon. Eigenlijk alles wat echt veel met techniek te maken heeft of logistiek of de dingen waar ik eigenlijk zelf niet heel blij van word ook, probeer ik ook lekker bij anderen te houden. Want ik ben maar eentje, dus als ik daar veel druk mee ga maken, dan nee. Dus ik vind het eigenlijk het leukste om het te laten groeien. Echt over een merk na te denken. Dingen als, laatst heb ik een fotosessie gedaan met allemaal vrienden als modellen. Dat soort dingen krijg ik het meeste energie van en niet. Ja. Niet per se de technische kant of de logistiek, dat soort dingen. Helder, die rebranding operatie. Dit is de nieuwe, dit is de oude. Dit gaat ook wel veel meer lijken op hoe een deodorant eruit hoort te zien qua vorm. Qua vorm, we gaan iets de hoogte in. Nou, de hoogte in is eigenlijk gewoon. Dit is een beetje de maat van anderhalf deo. Ja. Willen wij meer schappen in met meer varianten als we dan iets smaller worden? Je staat tussen deo's en dat moet ongeveer dezelfde maat hebben. Ja, we konden letterlijk meer vestigingen krijgen als we wat smaller werden. Want zeker in dit schap, elke millimeter moet iets opleveren. En die hoogte, die is er gewoon. Ja, al dat soort dingen zijn dus ongelooflijk belangrijk. Ja, dat was voor mij ook allemaal nieuw. Maar ik dacht, nu ik die info heb en ik ga toch met een nieuwe naam, dan ga ik er wel gebruik van maken. Hey, en dan gelijk rebranden richting een internationale naam. De Lekker Company. Met de gebruiksaanwijzing staat er inmiddels op in het Frans, Duits en in het Deens. Toch? Ja. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? We hebben iemand die, een soort agent eigenlijk, die de daglanden, dus Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, die daar eigenlijk onze soort van spokesperson wordt. Hij is ook gewoon native Duits. Ja. Dus die gaat. Die gaat die markt bewerken, die gaat naar de supermarkt toe en laten zien wat je hebt. Ja, zeker. En ik heb één kleine partij in Denemarken. En ik dacht van, als ik toch bezig ben, zet ik voor hun vast ook Deens erop. Voor de hoop dat zij ook nog een leuke, grotere partij binnenslepen voor ons. Ja. En zelf ga ik voorlopig eerst iets meer op Nederland ook nog richten, België. Uiteindelijk wat marktonderzoek doen van
wat is slim om ook om te gaan focussen nu in Europa. Maar jij bent wel zo in de fase dat je zegt, nou, Nederland moeten we nog heel veel groeien, maar we kunnen beter nu vast internationaal gaan kijken. Want er wordt ook vaak gezegd, focus nou op Nederland, laat zien dat het hier een mega succes is en doe het dan. Ja. En jij zegt, doe ik gewoon allebei. Ja. Ja, ik denk dat er zeker in Nederland nog veel te halen valt, maar ik denk ook dat dat in een redelijk snelle tijd misschien kan met de tractie die we nu hebben. We komen binnenkort ook met Dylan en Camilla bijvoorbeeld. Ja. Andere landen waar Albert Heijn zit? Ja, België. Zitten we ook in een aantal vestigingen. Ja. En daarom vond ik het ook leuk. Laten we dan maar meteen meerdere talen erop zetten. Zodat we niet over een jaar weer een nieuwe verpakking nodig hebben. Ja. Dus deze is echt voor op de groei, zeg maar. Okay. En als je hardop droomt of je ligt hier een beetje en je fantaseert. Waar sta jij dan over 2 jaar? Over 2 jaar? Dan hoop ik dat we in een stuk of 6 landen in Europa eigenlijk zo groot zijn als we nu in Nederland zijn. Ja. Dus ja, 6 keer zo groot ongeveer. Maar ook met een team van 4-5 mensen. Dat zou 4-5 echt... mensen? Ja. Ja. Gewoon lekker 4 dagen in de week. Niet 4 uur, maar wel 4 dagen. Meer producten ook? Ja, daar zit ik nog over te twijfelen. Ik ga er sowieso waarschijnlijk eentje naast zetten zonder baking soda. Dat is eigenlijk ons best werkende ingrediënt. Mijn enkeling reageert daarop. En ik heb volgens mij eindelijk op het recept gestuit die wel werkt, terwijl er geen baking soda in zat. Dat meestal werkt het allemaal niet. Dus die wil ik ernaast. En ik denk dat er nog wel meer producten bij gaan komen. Ja. En dan waarschijnlijk wat gezichtsverzorging, haarproducten. Maar echt weer met hetzelfde principe. Dus plasticvrij, vegan en hele basisingrediënten eigenlijk. Oké, nou hartstikke mooi. Ik vind het een mooi verhaal. Dank dat je het wilde komen vertellen. En bedankt ongelooflijk veel succes, ook met name bij die internationale uitrol. Want het lijkt me hartstikke spannend. Ja, ik vind het heel spannend. Ja. Oké, dankjewel. En jullie bedankt weer voor het kijken. Ik moet altijd even op het einde onze sponsoren bedanken. Dat is PQR voor de hosting. Freedom Lab, waar we hier zitten, danken we hartelijk voor de gastvrijheid. Jetstream voor het thuisbrengen van de livebeelden. En tot slot Bier & Co. voor de natjes en de droogjes, of liever gezegd de natjes. Vandaag een Jever 0.0. Ja, ja. Bedankt voor het kijken en als je live kijkt, blijf hangen, want we hebben zometeen nog een gast. Je kunt anders ons uitgebreide archief van bijna 10 jaar topnames plunderen. Dag.